Wilfried Peters, wat is eigenlijk het standpunt van de ploeg? Maar ik denk dat wij moeten Tom op non-actief zetten, zeker en vast. We hebben zijn uitleg gehoord en we moeten weten wat het probleem is. En mijn grootste optie is dat hem zo vlug mogelijk medisch hulp bij inschakelt om dan aan dit probleem af te werken. Het probleem van de alcohol, niet van de cocaïne? Volgens hem niet. Ik denk, we hebben hem dit jaar al bezig gezien, ook van vorig jaar naartoe. Perfect, maar die ene grens die je niet weet, dat moet dringend veranderd worden. Dat hebben we wel van de voren al aangekaart, maar ik denk dat hij ook beseft dat dat probleem zeker aan de orde is. Het feit dat jij hier bent, is misschien ook wel een signaal dat de ploeg nog wel bij hem blijft. Maar dat niet alleen. Nee. Ik ben vanuit de streek. Ik moet gewoon zeggen, ik mag gewoon eens de informatie weten die ik nu wel weet en wat er juist gebeurd is. En dat is heel belangrijk voor de ploeg.